In een vorige video hebben we Dropbox geïnstalleerd op onze computer. We hebben ervoor gezorgd dat Dropbox geïntegreerd is of gesynchroniseerd wordt via de desktop-applicatie hieronder in onze Windows-verkenner. Dit betekent dat als ik hier naar mijn verkenner ga, dat er daar een locatie is, Dropbox, waar dus ook de documenten zullen verschijnen die ik online toevoeg en omgekeerd. Er is dus een synchronisatie tussen beide locaties. Ik ga terug naar mijn Dropbox. In deze video gaan we nu verder aan de slag met Dropbox. Wat kunnen we hier allemaal doen? In de eerste plaats kom je op deze pagina terecht en zie je via start de recente bestanden die je gebruikt hebt. Je kan dit hier ook verbergen als je zegt dat dit stoort. Voilà. Hier nogmaals, maar dan onder elkaar gesorteerd. En het is ook mogelijk om een ster toe te kennen aan een bestand, zodanig dat die hier gaat verschijnen. Bijvoorbeeld als ik hier over ga, krijg ik hier drie puntjes. En kan ik misschien een ster toevoegen. Dit gaat hier niet, dus dat zal zelfs vanuit een andere locatie zijn. Oké, de belangrijkste locatie is de locatie bestanden. Als ik daarop klik, dan krijg ik een overzicht van alle bestanden en mappen die ik in Dropbox heb aangemaakt. Op dit moment heb ik al één map aangemaakt, privédocumenten. Heeft Dropbox hier twee Getting Started documenten geplaatst. Ik heb ook al een PowerPoint-presentatie gemaakt en een testdocumentje. Ik ga nu van hieruit een nieuw bestand maken door hierop te klikken. En je ziet dat er een integratie is met Microsoft Office voor Word, Excel en PowerPoint en ook met Google. Ik ga er nu niet eentje maken, maar als je hierop klikt, dan zal hij een Word-document openen en kan je die hier gaan direct automatisch bewaren. Ik zal het toch even doen om te tonen. Automatisch gaat hij dit document open in Word Online. Dus hij start Word Online. Ik ga dit testje 2 noemen. Voilà, ik geef het document ook een naam. Testje 2. En je ziet dus, ik zit in de online versie, die wordt automatisch opgeslagen in Dropbox. Ik sluit het document en ik zie dat hier inderdaad een nieuw documentje testje 2 is aangemaakt. Dus via deze knop kan ik bestanden gaan aanmaken rechtstreeks vanuit de applicatie zelf. Rechts zie je ook een aantal mogelijkheden. Je kan hier bestanden gaan uploaden, je kan mappen gaan uploaden of je kan nieuwe mappen gaan maken. In de eerste plaats ga ik een map maken, namelijk voor mijn bedrijf Stretch with Yoga. Ik klik hier op nieuwe map en ik tik de naam in. Er wordt mij gevraagd of ik enkel toegang wil hebben tot deze map of dat ik ook andere mensen toegang wil geven. Dat ga ik later doen. Nu ga ik dit gewoon voor mijzelf maken. Ik klik op maken en dus de map wordt aangemaakt. Automatisch opent hij die map ook direct. En hier ga ik nu de 4 submappen maken voor mijn bedrijf. Ik ga een map maken waar al mijn marketingdocumenten in moeten komen. Ik moet even terug naar boven klikken, anders maak ik een map in marketing, maar dat wil ik niet. Ik maak een map administratie en planning. Maken. Voilà. Hij opent die weer automatisch. Ik klik terug een niveautje hoger. Ik maak nog een map facturatie aan. En tot slot een map verkoop. Voilà. Dus op dit moment heb ik in Dropbox, in de map Stretch with Yoga, 4 bedrijfsmappen aangemaakt. Nu wil ik onder marketing bijvoorbeeld het logo van mijn bedrijf gaan uploaden. Dus ik klik op de map en hier kan ik dan een bestand of een map gaan uploaden. Ik kies in de eerste plaats om een bestand up te loaden. Dus ik klik hier rechts op bestand uploaden. En hij gaat naar mijn Windows-verkenner, ik ga naar mijn afbeeldingen en ik zie hier het logo van mijn bedrijf en ik ga dit gewoon uploaden. Voilà, hier onderaan zie ik dat hij dus dit plaatst in mijn map. Voilà,
Automatisch heeft hij dit geselecteerd, krijg je rechts mogelijkheden om te doen met dit document. Je kan het document gaan delen op verschillende manieren, gaan we zelfs tonen. Je kan het op verschillende manieren gaan openen, maar ik ga dit niet doen, dus ik klik dit even uit. Voilà, want ik wil nu niet alleen het logo toevoegen, maar ik wil ook een map met een aantal foto's van yogahoudingen toevoegen. Dus dan klik ik gewoon op map uploaden. Ga ik weer in mijn verkenner naar afbeeldingen en ik zie dat er hier een map yogahoudingen is. Als ik op deze map klik en ik klik op uploaden, dan zal hij de map uploaden met de vier bestanden die erin zitten. Ik klik op uploaden en de map zal zo dadelijk verschijnen onder deze map marketing. Ja, is de mappen aan het uploaden. Dit kan soms even duren als dat zware bestanden zijn. Je ziet dus, hij heeft hier de map al gemaakt. Ik klik op de map om te zien of de afbeeldingen ook al zijn toegevoegd. En hij heeft er al drie toegevoegd en hij is momenteel bezig met de vierde. Oké. Wanneer ik nu terug naar Stretch with Yoga ga, dan ga ik eens even kijken naar mijn mappen en ik wil bijvoorbeeld, ik heb een document gemaakt met meditatiehoudingen en ik wil deze uploaden binnen mijn verkoop. Dus ik klik op verkoop, ik klik hier op bestand uploaden en ik ga kijken in mijn documenten of ik daar een bestandje heb. Inderdaad, handleiding meditatie. Ik ga deze openen, voilà. En deze wordt opgeladen in deze verkoop. Oké. Deze is nu op dit moment ook geselecteerd en ik zie hier een aantal knopjes. Wat belangrijk is, ik kan het document hier openen op verschillende manieren. Het is een Microsoft Office document en hij geeft mij de mogelijkheid om het online te gaan openen of via Google Docs, wat een beetje raar is. Dus maar ik zou het hier kunnen gaan openen vanuit online of ik kan een preview krijgen in een webpagina van Dropbox. Dat ga ik nu even doen. Hij opent ook opnieuw mijn handleiding. Voilà. En van hieruit kan ik deze weer gaan bewaren, gaan aanpassen. Oké. Wanneer ik nu naar mijn Windows verkenner ga, dan zal ik zien dat in mijn Dropbox, in mijn map Stretch with Yoga, in de map Marketing, mijn documenten staan en dat in de map administratie en planning nog niet staat. Ik ben even aan het kijken. In de map verkoop staat de handleiding meditatie. Nu kan ik deze ook van hieruit gewoon openen. Voilà. En je ziet ook dat je hier mogelijkheden weer hebt om te delen. Bijvoorbeeld als ik hierop klik, dan krijg ik de deelmogelijkheden die we straks gaan bekijken van een document in Dropbox. Wanneer ik hierop geklikt, zie je ook dat als je een document hebt geplaatst op Dropbox, dat ook vanuit de verkenner en vanuit Microsoft Word hier rechts een icoontje verschijnt, waardoor je ziet dat er een integratie is met Dropbox. Ik kan immers van hieruit dit document gaan delen, ik kan een link van dit document gaan kopiëren, ik kan een opmerking gaan toevoegen aan dit document, of ik kan naar de versiegeschiedenis gaan zien van dit document. Dus door het feit dat ik in mijn voorkeuren hier via de desktop-app, via mijn account en voorkeuren, heb aangeklikt in de algemene tab Dropbox weergeven als een opslaglocatie in Microsoft Office. Wanneer ik dit heb aangeklikt en op toepassen geklikt, dan zal hij ervoor zorgen dat deze documenten geïntegreerd zijn en dat die knop daar rechts verschijnt. Ik ga nu terug naar mijn Dropbox-omgeving. Het is uiteraard mogelijk om documenten te gaan verwijderen. Bijvoorbeeld, ik wil testje 2 en testje verwijderen. Dan kan ik deze aanklikken en dan kan ik hier via, even kijken, via deze knop gaan zeggen, ik wil deze twee bestanden verwijderen. Voilà. Deze worden verwijderd. Nu, als je bestanden verwijdert, dan komen deze terecht in de map verwijderde bestanden. Een soort van prullenbak, maar dan bij
Dropbox. Als ik op deze locatie verwijderde bestanden ga klikken, dan krijg ik daar de bestanden te zien die ik recent verwijderd heb. Bestanden blijven 30 dagen hierin staan in de gratis versie. Bijvoorbeeld, stel dat ik zeg testje wil ik nu toch wel terugzetten, dan klik ik deze aan en dan heb ik de mogelijkheid om die terug te zetten of definitief te gaan verwijderen. Ik kies voor terugzetten, voilà, hij vraagt mij om bevestiging en testje wordt dus teruggeplaatst in de map waar hij stond. Dus als ik nu naar bestanden ga, dan zal het bestand testje daar terug verschijnen. Voilà, hier staat testje. Ik had een presentatie gemaakt, Stretch with Yoga, bedrijfsvoorstelling en PowerPoint-programma. Ik wil hier nu verder aan gaan werken, dus ik ga dit openen. Als ik hier klik op openen, dan zie ik dat ik verschillende mogelijkheden heb en dat ik die zelfs gewoon in PowerPoint zelf kan gaan openen. Ik open het document in PowerPoint en ik zou een dia willen toevoegen aan mijn reeds bestaande presentatie. Ik heb reeds 3 dia's gemaakt. Stel dat ik nu een dia wil toevoegen, maar per ongeluk verwijder ik deze dia. En verwijder ik deze dia. En ik sluit mijn document. Dan zit ik uiteraard met een probleem. Nu is het mogelijk om via versiegeschiedenis te gaan kijken naar welke versie voor jou belangrijk was. Stel, ik heb nu 2 dia's verwijderd. Ik zou graag terug willen gaan naar de vorige versie. Nu, dat kan je doen door ook weer via de 3 knopjes te gaan kijken naar versiegeschiedenis van die document. En dan krijg je een overzicht van de momenten waarop ik dit allemaal bewaard heb. Je ziet dat ik nu recent een aantal dingen heb verwijderd. Je ziet ook dat deze minder plaats inneemt. Stel dat ik terug naar de vorige versie wil met die 3 dia's, dan kan ik bijvoorbeeld deze versie gaan terugzetten. Ik klik op terugzetten. Hij vraagt mij om bevestiging. En als ik dan ga naar mijn bestanden weer, dan zal ik zien dat als ik nu klik op dit bestand, dat ik de versie heb teruggekregen van een half uur geleden, wanneer ik de 3 dia's heb aangemaakt. Je ziet hier inderdaad 31 minuten geleden. Ik klik op mijn PowerPoint-presentatie en hij zal mij 3 dia's tonen. Voilà, je ziet hier de 3 dia's die ik heb. Voilà. Ik heb jullie getoond hoe je in Dropbox mappen kan gaan aanmaken, mappen uploaden, bestanden uploaden en Office-documenten kan gaan aanmaken. Het is ook mogelijk om via versiegeschiedenis vorige versies te gaan terugzetten. Je kan mappen en bestanden uiteraard verwijderen en alles wordt gesynchroniseerd met mijn Windows-verkenner. In een volgende video gaan we dieper in op hoe we mappen en bestanden kunnen gaan delen of zelfs een bestandsaanvraag aan iemand gaan vragen.